Vrienden, hoogste tijd voor simpel, snel en smakelijk. Ja, en dit gerecht, dit gaat over rijst en kip en eventueel een spessieboontje erbij. Dat mogen jullie allemaal zelf uitzoeken, want jullie weten gewoon heus wel hoe je dat moet maken. Maar het gaat in dit gerecht om de saus. Ja, dit keer gaat het over Harry's satésaus. Vrienden, deze saus is zo waanzinnig lekker. Als je die gemaakt hebt ooit voor vrienden, dan zullen ze zeggen, hey, ik kom wel bij je eten, maar dan moet ik wel die satésaus van jou hebben. Zo lekker is die. We gaan heel gauw beginnen en haal gewoon een aantal dingen die ik nu ga noemen. Haal die gewoon in huis en dan ga je gewoon lekker aan de gang hiermee, want dit is een succesnummer voor jaren. Nou, daar gaan we. Beetje olijfolie natuurlijk, om mee te beginnen. Hup, zo, beetje in het pannetje, lekker. We openen, vrienden, met een heel fijn gesneden uitje. Dat gaat in het pannetje. Zo. Even lekker fruit en zo. En dan gooien we dan nog een beetje, ja, de onvermijdelijke knoflook. Komt-ie. Ja, die stellen zich even aan elkaar voor. Uitje en de knoflook. En die laat je even lekker gaan een paar minuutjes. Zo, dat ruikt sowieso wel lekker hoor, dit. Ja, en dat gaat erbij. Achter elkaar, hè? Let op. Klein beetje verse gember, jongens. Gaat ie. Hop. En dan gaan we erbij doen 200 milliliter kokosmelk. Ja, 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 ja. Komt ie aan. De kokosmelk. Hup. Die zit er ook in. En dan gaan we verder met 4 volle eetlepels pindakaas. Ja. Hop. Ja, dit ga je gewoon lekker een beetje husselen. Jongens, dit is een gerecht. Als je hiermee naar Indonesië gaat en je gaat dit maken voor die lui, dan kom je het land niet meer uit. Nee, want dan zeggen ze, oh, jij mag niet meer weg, want dit is zo lekker en jij blijft hier. Dus niet doen. Niet naar Indonesië gaan hiermee. Oh, heb je dat gezien? Dat ziet er al goed uit, hè? Ja. En als je dat dan allemaal gedaan hebt, hè, dat roeren, wel op een laag gasje, heel laag pitje. Het mag niet echt gaan koken. Het moet wel warm worden, maar niet echt gaan koken. Nou, dan gaan we verder met ketchup manis. En daar gaan 2 eetlepels in, vrienden. En dat is 2. En daarna een theelepeltje sambal batjak. Geen sambal oelek, hè? Maak die fout niet. Nee, sambal batjak. Gaat erbij. Klopt-ie. Hop. En dan tot slot, dit is de afmaker eigenlijk, nog wat kruiden erbij. Hier, kijk mee. Dit is komijnzaad en dat is Laos. Vrienden, die gooi je er ook nog even bij. En dan gaan we weer even gezellig roeren. Het is klaar. Ik ga hem proeven. Hop. Nou. Oh, vrienden. Nou, ik wens jullie alleen maar heel veel plezier hiermee.